Hoi en leuk dat je kijkt. In deze video ga ik wat vertellen over problemen in de tuin die je bij potplanten kunt tegenkomen. We lichten 5 problemen uit en natuurlijk geef ik je de oplossing. Water geven. Herken je het gevoel dat je je planten in pot maar water kunt blijven geven? Er kunnen dan meerdere dingen aan de hand zijn. Ten eerste kan het zo zijn dat de potgrond het water niet goed opneemt. Het blijft er dan als het ware bovenop liggen, maar het kan ook zo zijn dat het water wel wordt opgenomen, maar er zo aan de onderkant van de pot weer uitloopt. Wat moet je nou doen in deze gevallen? Start ten eerste met het uitzoeken van een nieuwe potgrond die past bij de plant. Deze verse potgrond heeft allerlei goede eigenschappen, zoals het goed vasthouden van water. Ook adviseer ik je om onderin de pot hydrokorrels te leggen. Die zorgen ervoor dat je echt minder water hoeft te geven. 2. Luizen op je plant. Staan je planten net mooi in bloei, zie je ineens een invasie aan luizen zitten. Zet in dit geval dan alle aangetaste potplanten weg van de nog gezonde planten, zodat je verdere verspreiding voorkomt. In sommige gevallen zijn problemen met bladluizen te wijten aan slechte potgrond, een tekort aan voeding of een tekort aan water. Zorg dus eerst dat de basisbehoeften van de plant in orde zijn. Spoel de luizen van je plant met water. Ververs de potgrond, geef eventueel extra voeding en geef voldoende water. En geven deze tips nou nog niet voldoende resultaat? Denk dan eens aan een biologische insectenspray. 3. Slakkenvraat. Slakken kunnen je plant volledig kaal vreten en dat is zo zonde. Ze zijn dol op vochtige grond en hebben een voorkeur voor bepaalde planten, vaak met veel en grote bladeren, zoals hortensia's en hosta's. Probeer eerst eens een bodembedekker bovenin de pot te leggen. Zo maak je het slakken moeilijker om bij je plant te komen. En helpt dit nou niet, dan kun je wat biologische slakkenkorrels rondom de voet van de plant strooien. Huisdieren, vogels en egels zullen geen schade ondervinden van het eten van deze dode slakken. 4. Verzorging. Vind je het nou lastig om je potplanten goed te verzorgen? Dat is ook niet zo gek, want een plant in een pot is geen natuurlijke situatie. We hebben een speciale video gemaakt voor het verzorgen van terras- en potplanten. En hopelijk vind je daar het antwoord op al je vragen. En zo niet, laat dan zeker een comment achter in de reacties. 5. Oppotten. Heb je net nieuwe potplanten gekocht? Leuk! Maar hoe krijg je ze nu goed in een pot? Nou, daar worstelen veel mensen mee, dus ook hier hebben we een aparte video voor gemaakt. Want een goed begin voor je plant is het halve werk. Ervaar jij nog andere problemen bij potplanten? Laat het weten in de comments, want we helpen je graag. Bedankt voor het kijken!